mountainbiken, klimmen, ja zelfs zumba dansen. De kinderen van het diabeteskamp in het Limburgse Landgraaf worden helemaal afgebeuld en ze vinden het nog leuk ook. Oud-topvolleyballer Bas van der Goor organiseert deze sportweek om kinderen met suikerziekte te laten zien wat voor gunstig effect sporten heeft op diabetes. Landgraaf vanmiddag. Zo'n 25 kinderen in de leeftijd van 13 tot 15 jaar spelen beachvolleybal. Op zich niets bijzonders. Behalve dan dat de rustpauze niet alleen gebruikt wordt om even wat te drinken, maar vooral om de bloedsuiker te meten. De hoge of de lage bloedsuiker zorgen voor een naar gevoel. Ik tril helemaal. Ja, duizelig voel je dan. Gewoon wat drinken nemen en dan is het normaal altijd weer goed. Nou ja, ik voel dat altijd aankomen. Sommige mensen niet. Maar ik word dan altijd heel trillerig en ga transpireren en ik voel me helemaal niet lekker. Ik kan niet goed nadenken. Ik heb hier ook een naald zitten zo. Die heeft iedereen. Behalve de mensen die met een pen spuiten. Wat een gedoe. Ja, eigenlijk wel. Maar jij raakt er vrij snel aan gewend. De kinderen krijgen de gelegenheid om allerlei sporten te proberen. Zo hebben ze geskiet op de indoorbaan en vandaag is het dus volleybal. Met oud-topvolleyballer Bas van der Goor, die zelf ook al bijna 10 jaar diabetes heeft. 6,2. Prima. Ik wil heel graag de ervaring die ik heb, namelijk als je veel beweegt, veel sport, dat je dan je diabetes veel beter onder controle houdt. Nou, dat is niet altijd even makkelijk voor sommigen. Ik heb daar een beetje ervaring in, samen met mijn collega, ook, die heeft ook diabetes. En wij proberen dat over te geven aan de kinderen die op dit kamp zijn. We gaan ze niet vertellen hoe ze dat moeten doen, maar we geven ze gewoon tips en ze mogen het zelf ontdekken. Hoe vind je het hier op kamp? Echt geweldig. Ja, leuk. Wat maakt dit anders dan andere kampen? Nou, dus met diabetes, met alle diabeteskinderen. Dus ja, je bent gewoon hetzelfde als iedereen. Dat is leuk. Je krijgt ook tips voor allerlei dingen die je niet wist. En zeker hoe je omgaat met je diabetes met sport. Wat heb je dan precies geleerd bijvoorbeeld? Nou, dat als je een klein beetje insuline spuit, dat het, als je sport 3 tot 4 keer zo goed werkt eigenlijk. Dus dat je veel minder moet spuiten. En aan het einde van de middag is het nog even met z'n allen tegen de Olympisch kampioen van 96. En sorry dat we het moeten melden, ze lieten hem alle kanten van het veld zien. Jammer, Bas. Bam!